nieuwbouw. Ja, dat is niet toch? Die twee appartementencomplexen wel. En die meiboom, dat pakhuis, is alleen die gevel blijft staan. Die hebben ze gerestaureerd en ja, de rest is al nieuw. Ja. En maar jullie woonden toch daar, pa, in dat huis? Nee, van die huis. Dan moet je aanwijzen. Als de, even, ah, dat is bijzonder. Dat is de oude gracht. Zijn je vader net op de wijze. Nieuw dan. Je kan ook kiezen, je kan ook zitten hoor. En denk jullie zo weer even om de hoofd. Ja. Ik niet verwacht dat je zelf op de rest is onder de. Welk nummer? Oh ja. Oh, leuk. Oh ja. Oh, wat leuk. Ik neem het zelf onder de rest. Ja, pantomime, ze zitten nog. Ja, ja. Tot bij daar gewoond, hè? Ja, ik denk dat we dit zijn. De verloskerk is 1933. De kerk is in 1993 omgebouwd. Er zitten nu 19 appartementen in. Nee. Kunnen ze nog niet betalen, denk ik. Nee, het is wel duur. Waarschijnlijk wel meer. Er staat bijna nooit wat te koop, want dan zou ik toch een baantje zien. Het lijkt wel leuk wonen dan. Ja, ja. Ik heb bij hier aan de linkerkant zie je de kerk, dat is de Evangelisch-Lutherse kerk uit 1692. Schip. De kerk was gebouwd als schouwkerk. Ja, beneden. Die allemaal waren nee, gebouwd als graanschuur, maar is later in 1692 gebruikt genomen als schouwkerk. Dus je hoeft geen godsdienst te krijgen. Dan moet niet herkenbaar zijn met kerk. Dan heb je ook geen toren, geen klokken, geen beelden. Ja, ja, en ook die hoge kerkramen zijn er pas later ingezet. Ja. Oh ja. Ja, helemaal ingebouwd is hij daar, hè? Ja. Redelijk snel, ja. Ja. Jij wilde liefde met de fiets? Wilde jij liefde met de fiets? Ja. Ik zijn niet zoveel fiets. Dat is wel mooi, fietsstofzak. Mooi. Mooi ontzettend. Ja, maar vaak dan, ze bouwden vaak een beetje voort. En denk zo weer even om de hoofd. Dat is om dingen op te staan. Op een gegeven moment raak je zo gewend aan die brug dat je niet meer hoort. Maar... Ja, daarom. Ja, dat is een kaartje. Ja, dat is een kaartje.
zo'n Tilla, ga niet, ga dat een keer met een gat omhoog gaat, hè? Ja, oh ja. Wat je net op de hoek zag, hè? Oh, best wel rustig. Het is verzakt. Zo. Ja. Dat valt. De volgevel hangt vast met lange buizen aan de achtergevel. Je ziet die anker, daar zit al. Ja. Daar hangt de achtergevel aan vast. Oh ja. Zo. Je ziet wel bij oude pakhuizen dat ze dat vaak expres deden. Omdat anders de zak een stuk schuren tegen de gevel. En ook omdat het regenwater anders makkelijk in de binnen kan stijgen. Ja. Dat is in dit geval niet zo. Ja. In links zie je nog twee mooie rode trapgeveltjes. In het rechterhuis zie je ook nog twee mooie gevelstenen met zeilsteen. Als je goed kijkt zie je dat één van de twee niet klopt. Ja. Jullie zien wel, ik ook niet. Zoek de 10 verschillen, jongens. Eentje maar. Nee, die boom zit er wat voor. Mooi, hè? Jij het al zit op eentje. Ja, die zeiden ze verkeerd op. Ze hebben heel veel verschillen. De linker? Ja. Linker, die vaart tegen de wind in. Ah. Dat zou theoretisch natuurlijk niet kunnen, maar dat was een symbool voor toen het pensioen was. En dan heb iemand gewoon van de West-Friese admiraliteit die gepensioneerd was. Heel mooi, toch? Oh ja. En die? Hier aan de rechterkant zie je nog een mooie drielingtrapgevel. Een originele drielingtrap heeft, dat wil zeggen, dan moet hij uit één stuk gebouwd zijn. Hey. Ja, en hij mag maar één voordeur hebben. Oh ja. Dat heeft hij ook in de tijden met mensen vroeger, omdat ze belasting moesten betalen naar het aantal ramen en deuren. Een stuk. Dit is het begrip voordeur delen. Dat komt al uit de middeleeuwen. Ja. Ik heb ook nog een tijdje in het weeshuis geweest. Het kleine gevelsteentje daarnaast is eigenlijk hetzelfde. Dus het is eigenlijk een 3,5 linkertrap geven. Hey. Daarachter kom je op het pleintje naar zo'n school. Oh, hier vallen brillen van mensen hun hoofd af. Oh, wie krijg je dat? Van de huis. Van de mensen met een bril moeten extra diep dekken. Ja, en dat kost dus dekken. Ja, dat is het. Ik ga dat nu aan stellen. Ja, dat is het. Ja, dat is het. Ja, dat is het. Ja, meeuwen. Kijk, het leeft het. Hey. Kom maar. Kim? Een bierboot? Ja. Dat is het gebouw. Het gebouw. Hier aan de rechterkant is het grote gebouw. Dat is het voormalige supermarkt. Een plus. Ja, ik weet niet wat in de meeste mannen schrijft. Ja. Waarschijnlijk, ja. Voor contemplatieve mensen, waarschijnlijk. Ja. Heb je die harder?